Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdagavond om 8 uur tegen FC Twente. Eerst nog maar eens even terug naar die wedstrijd hier in de Goffert tegen FC Volendam. Er was euforie, er was blijdschap na die gelijkmaker. Maar bleef die blijdschap of was er na die wedstrijd toch teleurstelling? Blijdschap. Je bent blij omdat je denk ik twee keer terugkomt met 10 man in de allerlaatste minuten. Dus dat tekent wel denk ik de teamgeest en de vestlust. Uiteindelijk is het maar een punt, maar het is wel een punt met een goed gevoel natuurlijk. Ja, en of dat echt blijdschap een dag later, nee dat niet. Maar, heb je dan het idee van we hebben gewoon 2 punten verloren? Nee, ook dat niet. Wel op een gegeven moment, ik denk als de wedstrijd zo loopt zoals hij aan het lopen was, denk ik dat we een hele goede kans hadden gehad om de wedstrijd te winnen. Alleen ja, er gebeuren dingen op het veld waardoor de wedstrijd anders loopt. Ja goed, en daar moeten we dan op inspelen. Echt vreugde was er niet na afloop in de kleedkamer? Nee, ik denk dat dat ook logisch is. Ik denk dat wij thuis van Volendam gewoon moeten winnen. Ja, iets wat pijnlijk zichtbaar was, wat je zag tegen Volendam, maar ook tegen Roda. Ja, de doelpunten, ze worden zo makkelijk weggegeven. Nou ja, dat is iets waar we zeker deze week aandacht aan hebben geschonken. Het is niet dat we heel veel kansen weggeven, ook niet in de wedstrijd tegen Roda. Alleen je krijgt wel 6 goals tegen. En die gaan er te makkelijk in. Dat heb ik ook naar Roda gezegd. Ja, daar zullen we een stuk agressiever en meer kwaliteit in moeten leveren in het laatste gedeelte. Want nogmaals, ja, we geven niet ontzettend veel kansen weg, maar er gaan er wel te veel in. Ja, en dan de man achterin. Hij heeft inmiddels op alle posities wel een keer gespeeld. Ik heb het over Kelvin Verdonk. Die maakt een goed seizoen mee. Ja, tuurlijk. Als je alles speelt zo lekker. Ik denk dat ik 1 keer zelf om een wissel heb gevraagd tegen Almere nadat ik de hele week ziek was geweest. Dus ja, dat voelt lekker dat ik nu gewoon alles kan spelen. Ja, en multi-inzetbaar, want volgens mij heb ik alle posities wel achterin al gehad. Ja, alleen rechtsachter nog niet. Volgens mij heel even toen met de rode kaart van Bart. Klopt. Ja, ik denk dat het fijn is voor de coach dat hij zo'n speler in zijn elftal hebt die als ze ziek of geblesseerd zijn, dat hij weet dat ik overal achterin kan spelen. Ja, is het voor jou ook een beetje na afgelopen seizoen dat je dit jaar had van nou laat ik het eens eventjes zien hier wat ik in mijn mars heb? Ja, maar dat had ik de afgelopen 2 jaar ook wel. Alleen het kwam er niet helemaal uit in de wedstrijden. En ja, dit seizoen voel ik me gewoon goed, fit. En ik denk dat ik tot nu toe een goed seizoen draai. En dan zaterdagavond FC Twente is de tegenstander in de Grotvesten. Twente heeft dit seizoen nog niet 1 keer thuis verloren. Dat lijkt dus een moeilijke opgave voor de mannen van Rogier Meijer. Dat is een geweldige uitdaging. Ik denk dat we dit gesprek ook voor AZ hebben gevoerd. Daar verwachten ook heel weinig mensen dat we daar kans zouden hebben. Maar je hebt altijd kans. En het is denk ik des te mooier om in zo'n stadion onder die druk met hun prestaties thuis iets te laten zien. En dat gaan we proberen. Nee, Twente doet het heel goed. Ik denk dat wij morgenavond top moeten zijn om daar goed resultaat te kunnen halen. Ja, hebben jullie wel het gevoel dat er wat te halen valt bij Twente? Ja, tuurlijk. Anders moeten we daar niet naartoe. Ik denk dat je ook gezien hebt tegen AZ dat we het iedereen lastig kunnen maken. Alleen wij moeten wel top zijn en met lef durven te voetballen daar en verdedigen. Tegen AZ speelde juist zonder Schöne. Dan ging je ook echt een beetje op de aanval. Is dat bij Twente ook mogelijk, denk je? Nou, dat moeten we zien. Soms ligt het ook aan de wedstrijd. Twente speelt op een andere manier dan AZ speelt. Daar moeten we wel rekening mee houden. Alleen, we gaan daar niet naartoe om alleen maar tegen te houden. Ik denk dat we daar ook vrijuit kunnen voetballen. Niemand heeft gewonnen bij Twente dit seizoen. Iedereen weet ook de kracht van Twente thuis. Nou, dan is het een mooie uitdaging om iets te laten zien. En dat gaan we proberen. Wie er in ieder geval niet bij is, is Tafsan, want die is geschorst. En dan hopen we maar, is Söntje Hansson in ieder geval weer fit en kan die dus spelen? Söntje gaat wel spelen, ja. Maar of dat voor Tafsan is, dat zou kunnen. Het zou ook voor iemand anders kunnen zijn. Dat zullen we morgen zien, maar hij is er wel bij. En dan zagen we hem deze week al apart trainen. Ik heb het over Philippe Sandler. Hij liep wat rondjes op een veld. Ja, wanneer kunnen we Philippe weer terugverwachten in de selectie? Ja, dat is moeilijk om iets van te zeggen. Ik hoop het wel. En we moeten het zien. Hij is nu buiten, dus dat betekent dat het goed gaat. Nou, dan is de volgende stap dat je met de groep mee gaat trainen. En ja, dan kun je pas echt zien hoe het ervoor staat. Dus dat is nu moeilijk om iets van te zeggen. Maar ik heb goede hoop.
Zaterdagavond om 8 uur, dan zal er afgetrapt worden in de Godsvesten in Enschede tegen FC Twente. Kun je er niet bij zijn, dan zijn wij er natuurlijk wel weer bij van RN7 met het radioverslag. Je kunt inschakelen en je kunt alles in ieder geval lekker thuis volgen. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe NEC-update. En wil je op de hoogte blijven van alles rondom NEC, dan kan dat natuurlijk via mijn X of Instagram. En ook op TikTok zijn wij te vinden, NEC.update. Daar vind je ook nog meer video's en interviews. Graag tot de volgende!